Hij is aan het spelen of zo. Hij is wel interessant bezig, hè? Oeh. Kijk, nou, kijk die kimpjes. Kijk naar beneden. Hij is een nest aan het maken. Wat? Daar beneden. Ik vind hem interessant, hoe hij met de stok bezig is. Dat is wel grappig. Kijk. Och. Goshi. Oh, er zitten gaatjes. Kijk. Wat? Oh, daar valt hij. Wat doet hij? Kijk, uit de toek dingen zonder water, denk je. Zie je dat? Hij lijkt echt op mij. Uit de toek zonder water. Kijk. Ik doe ook zo. Kijk. Hij is aan het eten. En die ene met die babytje, waar is die gebleven? Die zit daar in het hoekje, daar. Nee. Hij doet wat lesjes geven. Waar is de baby? Ze heeft hem vast. Ja. Kijk. Oh, daar is die. Oh, wat schattig. Ze heeft een babytje. Oh, kijk. Oh, babytje. Oh, kijk. Klimmen. Hey, de babytje heeft haar wel goed vast, hè? Ja. Ik zit gelukkig. Kijk hier, kijk! Waar is die? Waar is dat boven? Waar is hij naar boven gegaan met zijn boomstam? Waar is die baby aan? Nee, die boomstam. Kijk. Hij wil naar buiten. Volgens mij mocht ze naar buiten. Volgens mij omdat ze nog heel jong zijn. Hè? Dat zijn allemaal van die jonkies, denk ik. Zullen ze in die aangevallen worden misschien? Ze zijn nog heel jong. Volgens mij is dit echt zo voor die mamatjes en die... Ja, komt de mama met de baby ook? Nou, ze gaan maar niet met deze. Jullie was daar loslaten. Mensen zijn ook apen. En apen zijn ook mensen. Ja, het zijn een soort mensen, hè? Ja, dat is een beetje mensen. Oké, kom weer naar beneden. Wow! Oeh! Hij doet dit als zonder naam. Zo. Het is wel sportief, hè? Hij gaat inbreken. Hoe gaat die liedje ook alweer? 150 cc met de koevoet. 130. Hij gaat hout stelen. Waarom houdt hij hem zo op een rare manier vast? Hij doet net alsof hij op een paard zit. Ja, hij heeft een paard. Hop. Deze ding zit niet in. Ja, gaat ons zien. Gaan we weer naar boven. Oké. Nou, doei. We gaan er weer vandoor. Oh, dat is zo zielig achter die raam. Vind je niet? Het is wel zielig. Kijk hoe ze erbij zit. Dat is zo zielig, hè? Zo depressief achter. Kijk. Naar buiten kijken. We mogen binnenkort wel naar buiten. Ja, maar volgens mij... Is het meer, zijn dit jonkies en mama's? Het zijn allemaal kleintjes hier. Voor hun eigen best wel zitten ze hier. Die moeder heet Jill en die baby heet Abby. Oh, je ziet, het zijn allemaal jonkies, hè, die hier zitten. Uit de bescherming. Want als ze met die andere komen te zitten, dan worden ze misschien aangevallen. Nou, genoeg gezien.